Welkom op dit seminar over levenskunst. Mijn naam is Ron van der Spoel, ik ben predikant en ben ambassadeur van World Vision. En ik wil heel graag met jullie nadenken over wat nou levenskunst eigenlijk is. In het pastoraat ben ik de afgelopen 25 jaar daar heel vaak mee in aanraking geweest. Maar ook reizend over de wereld ben ik zoveel mensen tegengekomen waar ik diep van onder de indruk was. Juist vanwege hun levenskunst. En levenskunst, dat wil zeggen dat je midden in het leven staande kunt blijven, wat er ook gebeurt. Levenskunst betekent, ongeacht de situatie, en vaak is die situatie natuurlijk ook gewoon heel lastig in dit leven, maar ongeacht de situatie weet ik hoe ik daarmee om moet gaan, weet ik hoe ik mezelf kan blijven, weet ik hoe ik dicht bij God kan blijven. Nou, dat is waar we met elkaar over willen nadenken in dit seminar. Het seminar heet dus levenskunst. Het gaat over hoe blijf je veerkrachtig? Hoe ga je iedere keer toch weer verder en ga je toch weer overeind staan? En we hebben een aantal principes daarvoor en ik wil nu vandaag met jullie vier principes behandelen. We gaan dus echt even de diepte in. En het eerste principe is eigenlijk een principe wat ik heb geleerd van een boek van Edith Eva Eger. Als er iemand is die weet wat levenskunst is, hoe je stand houdt in de meest bizarre omstandigheden, dan is zij het wel. Het is een vrouw inmiddels van in de 90, woont in Amerika, maar ze heeft Auschwitz overleefd. En daar heeft ze een boek over geschreven en dat boek heet De Keuze. En dat is ook het thema van dit eerste blokje van dit seminar. De keuze. Dat betekent, het eerste principe van levenskunst is dit: je kunt altijd kiezen hoe je ergens mee omgaat. Je hebt altijd in je leven als mens de keus. Edith Eva Eger was 15 jaar toen ze samen met haar moeder en haar zus op transport werd gezet in een veewagon richting Auschwitz. En in die veewagon wist haar moeder kennelijk al wat hen te wachten stond, vermoedde ze wat er zou gaan gebeuren. En zei ze tegen Edith, wat mensen je ook gaan aandoen, wat ze je ook afpakken, één ding kunnen ze nooit bij. Dat zijn je diepste gedachten en gevoelens. Ze kunnen niet bij je ziel. Daarom kun je altijd kiezen, Edith. Dat waren ongeveer de laatste woorden die ze hoorde van haar moeder. Ze kwamen aan in Auschwitz. Jozef Mengele, de arts, zat daar achter zijn tafeltje. Haar moeder moest de ene kant op, de gaskamers in. En Edith en haar zus de andere kant op, het kamp in. En tijdens wat er allemaal aan afschuwelijke dingen gebeurde in dat kamp, herinnerde Eva zich voortdurend wat ze je ook afpakken. Ze proberen je waardigheid af te pakken. Al je spullen zijn afgepakt. Je bent eigenlijk niets meer. Maar dit kunnen ze mij niet afpakken. Ik kies ervoor om op mijn manier midden in deze situatie staande te blijven. En ik denk dat dat het grote geheim is van levenskunst. Je hebt de keus. Hoe erg het ook is wat je meemaakt, hoe lastig de situatie ook is, jij bepaalt hoe je daarmee omgaat. Kijk, het is bekend uit de psychologie dat er eigenlijk drie manieren zijn van omgaan met hele moeilijke omstandigheden. Dat is vluchten, verstijven of vechten. En de natuurlijke neiging van ons mensen is om te vluchten, dus zo snel mogelijk weg. Het liefst je kop in het zand, zeg maar. Doen alsof er niets aan de hand is of het niet gebeurt. Je wil weg, je wil hier niks mee. Of je verstijft, je hebt geen idee wat je moet doen en je zit stil in een hoekje en je wacht maar af wat er gaat gebeuren. Of je vecht. En het is dat laatste, dat vechten. En dat klinkt dan heel stoer, maar dat is vechten wil zeggen, je kiest ervoor om op een hele bewuste manier om te gaan met wat er nu gebeurt. Kijk, als je bijvoorbeeld met verlies wordt geconfronteerd van een geliefde, of met een echtscheiding, of je raakt je baan kwijt, of er is een ernstige ziekte die in je leven komt, hele heftige dingen, dan heb je de neiging om te zeggen, nou, ik wil dit niet, maar het gebeurt. En als je dan vanuit een stukje levenskunst probeert daarmee om te gaan, dan zeg je, wacht, ik wil nu bewust nadenken over hoe ik hiermee omga. Het is een soort golf die over je heen komt. Het overspoelt je, het verdriet of de angst, het overspoelt je.
Maar juist op dat moment is het belangrijk dat je zegt, maar hoe ga ik hier nu mee om? Wat wil ik hier nu mee? Wat ga ik hier nu mee doen? En dat is levenskunst. Dat je jezelf de vraag stelt, wat doe ik in deze situatie? Want dan besef je, ik heb een keuze. Ik kan me of kopje onder laten gaan en erin verdrinken. En dan ga je op de bank liggen of dan kruip je in een hoekje. Ik heb het ook letterlijk meegemaakt in het pastoraat bij mensen. Dat mensen echt daadwerkelijk ergens in de kamer van een ziekenhuis in een hoekje op de grond zaten. En niet meer wilden opkijken. Alleen nog maar het liefst dood wilden. En op dat moment heb ik ook tegen hen gezegd, je hebt nu de keus. Hoe ga je nu met deze situatie om? Met dit leed, met dit verdriet wat je nu meemaakt. Ga je kopje onder, dan blijft er niets meer van je over. Of zeg je maar, wat zal ik hiermee doen? Hoe ga ik hiermee aan de slag? En dat klinkt natuurlijk heel, heel zwaar op zo'n moment. Als je dat op zo'n moment tegen mensen zegt, dan kan je dat alleen maar zeggen als je zegt, en ik wil je helpen. Soms zijn dit soort dingen gewoon te groot en te zwaar om het in je eentje te doen. Maar besef dan en vraag dan ook aan mensen, help mij. Help mij om hier op een goede manier mee om te gaan. Ook dat is al een keuze. Hè? Als je ervoor kiest om aan andere mensen aan te geven, wil je mij helpen. Daarmee geef je aan, ik ga door, ik ga verder, maar ik weet even niet zo goed hoe. Ook dat is levenskunst. Bewust hulp vragen, hulp organiseren van mensen om je heen. Edith Eva Eger heeft op die manier Auschwitz overleefd. Er is nog een verhaal van Auschwitz, Viktor Frankl. Ook zo'n man die de afschuwelijkste dingen meemaakt. En hij overleefde Auschwitz door ervoor te kiezen, ik wil, als ik hier uitkom, kunnen vertellen hoe mensen hebben gereageerd in het allerergste wat je kan overkomen als mens. En hij schreef zijn observaties, dus hij ging om zich heen kijken en hij keek ook naar zichzelf. Wat gebeurt er nu met me? En wat ben ik aan het doen? En hoe ga ik hiermee om? En juist dat observeren, dat bewust nadenken over wat gebeurt er nu, hielp hem er doorheen. In de Bijbel hebben we ook zo'n situatie. Jozef. Het Oude Testament is het bekende verhaal van Jozef. Jozef wordt gevangen gezet, hè. Zijn broers zijn jaloers, die verkopen hem aan slavenhandelaren. En dan komt hij uiteindelijk in Egypte terecht, bij Potifar, als een slaaf. Gaat hij dan in een hoekje zitten en zegt, ach, ik weer, hè, arme ik. Nee, Jozef kiest ervoor om dan gewoon zo zijn best te doen, dat hij kennelijk opvalt en dat Potifar, die slaaf, die Joodse slaaf Jozef, promoveert tot een soort, ja, overste over het hele huishouden. Hij wordt de hoofdbutler, zou je zeggen. Vervolgens gebeurt er weer allerlei ellende in het leven van Jozef. Wordt hij vals beschuldigd door de vrouw van Potifar. Hij heeft me verkracht. Helemaal niet gebeurd. Maar dan komt hij in de gevangenis terecht. Weer zou je zeggen, ach, weer gaat alles mis. Ik weer. En dan ga je een hoekje op je Brits liggen in de cel, wachtend tot wat komen gaat. Nee. Opnieuw kiest Jozef ervoor, heel bewust, om op te staan en te zorgen dat hij het zo goed mogelijk doet. Hij gaat ook in die situatie weer proberen zijn best te doen. En ook dat valt op en hij wordt dan weer een soort, ja, hulpje van de cipier, van de gevangenbewaarder. En zo komt hij uiteindelijk, hè, door allerlei wonderlijke wegen, komt hij terecht op de troon van de farao. Wordt hij een van de machtigste mensen ter wereld. Maar dat komt dus omdat Jozef ervoor gekozen heeft, zowel toen hij verkocht werd als toen hij in de gevangenis terechtkwam, om er het beste van te maken. Wat ga ik hier nu mee doen? Dat is de keus. En dat heb ik ook vaak gezien bij kinderen die ik ontmoette van World Vision. Ik ben in Oeganda geweest op een reis met World Vision om allerlei projecten daar te bekijken. En wat me zo opviel is dat we soms in de meest arme omgevingen kwamen. Sloppenwijken, achterstandsbuurten, verschrikkelijke plekken. En dan zag je daar die kinderen waar wij dan ons over mogen ontfermen als World Vision. En het viel me zo op dat die kinderen heel vaak, in plaats van dat ze in een hoekje gingen zitten en zeggen, ja, mijn leven heeft niet zoveel zin en niet zoveel kans. Het is armoede, gescheurde kleren, ellende. Dat ze ervoor kozen om samen te zingen en te dansen.
Heeft me echt ontroerd. Ik kwam op plek waarvan ik denk, alle mensen, wat moet je hier nou toch met je leven als je hier opgroeit? Maar die kinderen, die zochten elkaar op. En die zongen met elkaar liederen, prachtig om te horen. En die bedachten leuke dansjes daarbij. En op die manier zongen en dansten ze zich over hun ellende heen. En door hun ellende heen. Dat is levenskunst. En ik denk dat dat is wat wij van elkaar en ook van hen mogen leren. Hoe ga je om met hele moeilijke situaties? Je hebt de keus. De keus is, ik ben meer dan alleen maar mijn verdriet. Ik ben meer dan alleen maar mijn ellende. Ik ben meer dan alleen maar deze echtscheiding. Ik ben meer dan alleen maar deze ziekte. En daarom kan ik er ook op een bewuste manier mee omgaan. En als je merkt, hé, dat vind ik zo lastig, weet dan dat ook in jouw situatie God erbij is. Hij geeft je kracht. Hij wil je helpen om te kiezen. Te kiezen hoe je hier nu mee omgaat. Dat is waar we voortdurend met elkaar naar op zoek mogen.